je zo'n real doll, of niet? Ja, natuurlijk. Ja, ik vind hem... Beetje... Oh, hij ziet er echt... Ze is inderdaad een beetje eng. We zijn vandaag in Assen. We zijn bij Het Goed. Dat is een kringloopwinkel. Het Goed die zit in heel Nederland. En aangezien wij eigenlijk heel Groningen al hebben gehad inmiddels, leek het ons wel leuk om even naar de provincie Drenthe uit te wijken. Dus wij zijn vandaag hier. We gaan kijken of er wat leuks is. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Oh, een gouden vondst. Oh ja, even door het kussentje heen kijken. Even het kussentje eraf halen. Kijk, nou, hoe leuk. Beetje bang voor de prijs eigenlijk. Oh ja. Wacht even hoor. €27,50. Maar ik weet dus niet, ik ga ervan uit dat je dan twee hebt. Ja, nee hoor, per stuk. Je per hangt stuk? Ook een dingetje aan. Even kijken. Ja, dit is een metalen frame. Dit is misschien een reuzenstoel. Dat is maar dit is ook gewoon geschilderd. Ja, het is geschilderd, dus het is ook niet meer origineel. Nou, dat zou ik echt niet... Ik had liever dan ook zwarte pootjes gehad. Dit is ook heel hip, hè? Ja. Dit is hartstikke leuk. Het is hot, zo'n apothekersfles. Nou, en wat kost die dan? Nou ja, €17,50. €17,50? Ja, dat vind ik wel echt. Als je Elma kwijt bent, dan moet je naar de kleding gaan. Ja, kijk, hier. Oh, die is leuk! Nee, kleine Tifa. Oh, is dat voor kinderen? Ja. Ik denk dat... Dat roos die wel zou passen hoor. Ja, ik denk het ook wel. Leuk hoor. Dat is wel cool hè? Heel leuk. Hot. Toch. Wat heb je daar? Pilotenjasje. Max die heeft ook zo'n jasje. Zo, maar dan een lichtbruine. Maar dan krijg ik altijd heel veel vragen van mensen waar ik die gekocht heb. Of ze hem kunnen overnemen. Maar ja, deze is dus ook wel leuk. Hoor. Ja, leuk. En wat kost die? Ja, €2,95. Nou, die is dan weer €2,95. Jeetje. Kijk, dat is ook leuk. Zo'n oud schooltafeltje. Die is dan maar €7,50. Kijk, deze. Oh, ja. Maar dit kan je ook heel leuk gewoon als een plantentafeltje of zo. Mm. Gewoon bij je thuis in een volwassen interieur zetten. Dus ik vind dit wel echt een heel leuk tafeltje. Ga ik even overwegen of ik die meeneem. Deze zijn ook leuk. €3,75. Leuke krukken, ja. Ja, die zijn ook wel leuk als ik mijn nieuwe plek ga maken. Oh, dat is cool. Ja. Als bij je bureautje. Ja. Kijk. Ze zijn leuk, hè? Ja, ze zijn wel leuk. Ja. Mooie plant. Mooi, hè? Ja. Ja, alleen ik weet niet wat ik hiervan vind. Ja, het is een beetje brokant, hè? Ja, dat ben ik niet zo heel erg weg. Maar het is wel gewoon leuk. Ja. Dus we hebben het misschien niet nodig, maar het is wel een leuke... Ja, het kan wel heel leuk staan. Kijk nou. Kijk nou, jij zocht toch nog wat voor jouw jongenskamer? Of is dit te kinderachtig? Ja, ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Voor Max? Hij is maar... 6,95. Oh, ik vind hem zo schattig. Hij is wel heel erg leuk. Ja. Dacht dat je wat leuks had gezien. Of ja, je hebt iets leuks gezien. Hij zit weer boven mijn budget. Ja. Hij is €65. Nou, is het dan een soort speciale designlamp of zo? Nou, ja. Het is wel echt heel duur. Ja, 60, 70. Maar goed, €65, ik heb dat niet bij me. Dan zou er voor mij al echt een speciaal merklabeltje aan moeten zitten. Ja, het staat niks verder op. Maar goed, Dat is een gordijn. Ja. Oh, wauw. Kijk nou, als je huis dat ook helemaal... Dat is voor mijn slaapkamer. Dan ga ik echt helemaal all the way. Ja, dit is echt wat je nog niet had, hè? Ja, het is echt... Wauw. Je blijft het ook overal tegenkomen, hè? Ja. Het is ook gewoon echt van alle tijden. Ja. Dus dan kom je het ook in de kringloopwinkel tegen. Het is tijdloos. Wat doe je? Is dit zo'n speciale doll? Misschien is het een leuk voor je zo. Je bedoelt zo'n... Bedoel jij zo'n real doll, of niet? Ja, bedoel ik. Ja, ik vind hem... Beetje... Oh, hij ziet er echt... Ze is inderdaad een beetje eng. Het is een beetje... Oh jeetje. Ja, nee, dit is ook niet een... Het is ook niet echt knappen, hè? Het is ook niet een rolmodel of zo. Oh, dan krijgen ze helemaal een verkeerd beeld hoe een meisje eruit moet zien. Nou, inderdaad. Nee, hele lange... Nou, hele lange dunne beentjes. Nee, net. Ja, nou, dit soort oversized mantels, die zijn natuurlijk ook wel weer hot. Mm-hmm. Dus op zich kan dat wel ook heel leuk duur, zijn, die is maar 8,95. Dus ik zal hem even voor jullie aantrekken. Ja, is goed. Best wel groot voor mij. Ah, ja. Ik heb je ook nog niet eerder in bruin gezien.
Nee, ik weet niet. Het zou niet echt een kleur zijn die ik zou kopen. Maar... Oh. Nou ja. Nou, hij staat wel hoor. Wat heb je daar? Kijk, roze gaat het echt helemaal worden voor de komende zomer. Oh, echt? En deze die is wel een beetje groot, maar ik dacht, het is op zich wel een leuke blouse voor. Ja. Dus in een mom jean, zeg maar, een beetje zo'n hoog jean. Mm-hmm. En dan deze blouse. Maar is voor mij gevonden? Gevonden. Oh, leuk. Ja. Ik kreeg helemaal de Annemarie. Ja, ik vind hem leuk. Ga ik proberen. Passen ze. Ja. Ta-ta-ta-ta. Nou, kijk. Nou, ik vind hem wel leuk hoor. Alleen er moet dus inderdaad een beetje een oversized trui op. Die zochten we, maar die kunnen we niet vinden hier. Nee, dus daarom vandaar even een poncho erbij. Maar op zich kun je het effect zo wel een beetje zien. Als je een beetje een grote trui er dus bij doet. Jee, nou toch nog iets gevonden. Ja, je bent weer helemaal bepakt en bezakt. Blij, maar ik ken nog een kringloop hier vlakbij. Dus daar gaan we nog even gauw naartoe. Oh, is goed. Hopelijk heb je ons nu mee naartoe genomen. Ja, dit is echt wel een beetje... Een bejaardencentrum. Ja, het is net een bejaardencentrum, hè. Die bloemetjes voor het raam. Ik ben dan al die rolstoelplekken. Ja. Maar goed, weet je, hier is het wat minder georganiseerd. Dus is het hier echt... Misschien is het hier wel... ground. Voor een klein prijsje te vinden. Kijk, Alma, het zijn allemaal echt een hele grote hal. Oh. Nou, hier is genoeg keuze, Elma. Ja, en jij dacht dat we hier in 10 minuten weer uit zouden zijn. Ja. Nou, voordat we dit allemaal door hebben gespit. Dus in een soort bejaardenhuis. Het struunhuis, hè? Overal kamers. Dus ja, het overal paar... kleine kamertjes. Oh, hier. En hier. Maar let op, ik heb het leuks gevonden. Oh. Kijk eens, een gouden kast. Oh, wauw, ja. Leuk, hè? Oh, ja. Hij is wel €45. Dus het is niet een meeneemprijsje. Maar hij is wel heel leuk. Het is net alsof ik met mijn oma op visite ga hier. Kijk. En dan kom je echt zo. Ik kan hier gewoon compleet gaan wonen. Kijk, het is ook zo'n typemachine. Heb jij het ook? Ja, leuk, dat is wel leuk. Hè? Nou, is maar €5. Dat is niet zo duur, hè? Toch? Nee, dat is niet zo duur. Nee, dat is... Ja, dan kan je zelf die typemachine sound opnemen. Hij is ook wel heel mooi. Deze? Ja, ook erg leuk. Kijk, want deze is dan niet van leer. Dat voelt heel licht. Dus dat is dan eigenlijk is €10 te duur. Maar deze is heel zwaar. Kijk maar. Ja. En dit is wel echt leer. Dus als je dan zo'n proef koopt, dan moet je wel leer doen. Ja, inderdaad. Maar ik vind de kleur niet zo tof. Nee. Nou ja. Kijk, en er is een hele leuke achterkant. Ah ja, dat is wel grappig. En er staat dus hier nog één. Oh, kijk. Verstopt achter een strijkplank. Kijk eens hoe leuk. Nou, ja. Even zitten zo. Hij zit heel goed. Hij zit heel goed. Ja. Nou, die neem ik mee. Ja, leuk. Ja. Mooi. Afgekeurd? Nee hoor, is goed gekeurd. Is toch mooi, ja. Top. Ja. Deze eigenlijk mooier. Ik ook. Oh, die ja. Net even wat minder druk. Nee, die lijkt me. Die had ik nog niet gezien. Ja. Dit vinden mensen ook heel leuk. En dit is eigenlijk helemaal niet zo duur. €3. Als je dit in de keuken... Je moet het even op de juiste plek zien. Dan stel, je hebt een beetje een stoere keuken. Heel modern. Ja, dan zet je deze potten erin. Dan heb je weer een beetje sfeer. Het zijn €3 per stuk. Dat is ook niet zo heel duur. Louis Vuitton. Heb je een echte Louis Vuitton te pakken? Ja, kijk eens eventjes. Ach, ja. Made in Italy, hè? Hey, hey. Nou. Zijkantjes ook, hè? Dat doet het hem, hè? Dat doet het hem. Het is een beetje, ik moet wel een beetje denken aan Monaco en dat ik daar dan rondloop, een beetje die sfeer en zo. Ja, het is helemaal you. Ik neem hem. Hot. De buit, twee stoelen. Ja. En jij hebt alleen één bloempotje. Dat is echt wat je alles wat je hebt gevonden de hele dag. Ja. We zijn goed geslaagd bij het struunhuis uiteindelijk. Ja. We hebben lekker kunnen graven naar schatten. Ja, en, dat is echt top. Toppertje hoor. We laten nog wel even zien hoe de stoelen staan. Ja. Nou Elma, het was weer geslaagd. Ja. Uiteindelijk even... buiten. Nou, dat is toch nog wel aardig hè? Ja, uiteindelijk was dus het struunhuis in Assen. Ja. Dat was eigenlijk wel het pareltje. Ja, dat vinden wij de aanrader. Het is wel echt struunen. Ja, dan moet je wel meer moeite doen. Moeite doen, maar dan is het ook wel... En ik heb natuurlijk een hele toffe bril gevonden. Dan vind je echt wel toffe dingen hier. En de stoeltjes, dus we zijn hier goed geslaagd. Nou, we hopen dat jullie het leuk vonden. Ja. Geef een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doei.